De Vereniging van Economisten in Suriname heeft haar 50-jarig jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de ballroom van Hotel Torarica is er op maandag 7 oktober 2022 een feestelijke bijeenkomst geweest. Naast diverse prominenten heeft ook president Chandrika Prasad Santokhi een felicitatieboodschap uitgesproken. Om te kijken waar we staan. Beste mensen, ik verwacht ook van u, ik verwacht ook van de VES een constructieve bijdrage, met name aan de way forward. Net zoals ik dat doe, verwacht ik ook van u om te kijken naar de toekomst. En dat u niet vanaf een zijlijn blijft kijken, maar ook actief deelneemt en een bijdrage levert aan de wederopbouw van onze natie. Niet alleen in de private sector, maar met name in de publieke sector. En ons daarbij de ondersteuning geeft met uw kennis, deskundigheid en netwerk. En er zijn nog vele andere taken die ons te wachten staan. Bijvoorbeeld de versterking van de private sector, hervorming van de publieke sector. Deze zijn de taken die bij uitstek ook geschikt zijn om een functionele relatie aan te gaan met u, de VES, in het belang van ons land. Met deze invulling van taken geeft deze regering een handreiking aan uw organisatie. Om u direct te betrekken bij het ontwikkelingsproces. Een constructieve bijdrage. Ik reken op uw bijdrage om het land Suriname te helpen ontwikkelen. Waarvoor we zoveel houden. En dat we ons hart daaraan hebben verpand. Wie moest zitten op Kondere Boom? En wie moest feti kisranam? Nangagado lekwi fesiman. Voorzitter en bestuur, gefeliciteerd met deze jaardag. Nou, de Vereniging van Economisten heeft altijd een hele bijzondere rol gespeeld in de Surinaamse samenleving. Door economische verschijnselen te bespreken, kenbaar te maken aan de samenleving en opinies te geven en adviezen aan beleidsmakers. De vereniging is daardoor ook uitgegroeid tot een gezaghebbende vereniging. Je kan zeggen het geweten, het economisch geweten van de natie. We zijn vanavond hier om dat te gedenken en ik denk dat dat door moet gaan. We hebben dus een pleidooi gehouden dat de regering meer naar ons luistert en ons meer betrekt bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering. En ik ben ook blij met de speech van de president die in feite zei, we kijken vooruit, er zijn een paar spanningsvelden geweest de afgelopen tijd. We kijken vooruit, ik wil met de VES samenwerken, ik wil de ruimte bieden. En we kijken ernaar uit, we hopen dat we die ruimte krijgen. Want ons land zit in moeilijkheden. Dat moet ons niet brengen naar een situatie van apathie of negativiteit, maar ons juist stimuleren in onze zoektocht naar waar een oplossing kan zijn. Belangrijk is dat de Surinaamse economie in een evenwichtssituatie komt, gestabiliseerd wordt, evenwichtig wordt. Dat in zo'n situatie krijg je dat de koers gestabiliseerd wordt en de inflatie daardoor ook. En dat daardoor onze koopkracht wordt beschermd. Eigenlijk wil je iets voor de sociaal zwakkeren doen, moet je een beleid voeren om die economie te stabiliseren. En natuurlijk zijn er mensen die via gerichte programma's geholpen moeten worden. Echt arme mensen. Daar is er wat vertraging in gekomen. Er zijn fondsen, maar de structuren om die te kanaliseren naar die mensen die het echt nodig hebben. Overigens, die mensen moeten nog heel goed geïdentificeerd worden. Daar schort het aan. Dus ik denk dat het nuttig is om daar aan te werken, prioriteit daaraan te geven.